Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend scheen met name in het uiterste westen en noorden van het land nog de zon flink, maar vanuit het oosten heeft lage bewolking en ook mist, of zelfs dichte mist, zich over een groot deel van het land uitgespreid. Waar de zon scheen is het nog 2 of 3 graden geworden, maar onder de bewolking en in de mist is het ronduit koud, met temperaturen van waarde tussen de 0 en de min 3 graden. En op sommige plaatsen is dat zelfs de maximum temperatuur voor vandaag. Verder staat er nu nog weinig wind, maar later vanmiddag en vanavond gaat de wind vanuit het zuiden uit aantrekken. Zuidelijke richting heeft hij dan en wordt matig windkracht 3 of 4. Verder nog steeds veel bewolking en wat mist. De mist wordt wel wat dunner en mogelijk dat er ook een paar opklaringen komen, maar op de meeste plaatsen zal bewolking toch de overhand houden. Verder vriest het dan opnieuw overal licht, zo tussen de min 1 en de min 3 graden. Dan komende nacht, dan wordt de weersituatie spannend. Vanuit het westen gaat zachte lucht proberen ons land binnen te dringen. Dat gaat gepaard met een storing en neerslag. Die neerslag valt in het westen al vrij snel als regen en natte sneeuw. Maar in het binnenland kan dat in eerste instantie gewoon sneeuw zijn. Later gaat de neerslag ook daarover in natte sneeuw en mogelijk enige tijd onderkoelde regen. En dat leidt dan tot ijzel als het valt op een ondergrond en leidt tot de vorming van een ijslaagje. Het kan dan ook verraderlijk glad worden. In de loop van de nanacht en morgenochtend dan zal die neerslag ook daar wel verder overgaan in natte sneeuw en uiteindelijk regen, zodat de gladheid ook morgen overdag geleidelijk aan gaat verdwijnen. Zoals gezegd, zachte lucht gaat dus langzaam het land binnendringen, vanuit het westen gaan de temperaturen oplopen, in het oosten wordt het nog zo'n min 2, in het westen rond het vriespunt. Verder waait het vrij flink uit zuidelijke richting, windkracht 4 boven land en 6 aan zee, dat is een krachtige wind. Morgen overdag ziet het plaatje er dan zo uit. In het oosten eerst nog wat natte sneeuw of sneeuw. Misschien heel nog even ijzel, maar geleidelijk aan trekt die neerslag allemaal naar het oosten weg en dan is de temperatuur overal boven nul en zal ook de gladheid verdwijnen. In de middag wordt het uiteindelijk zo'n 3 tot 6 graden. Op de meeste plaatsen is het droog en soms breekt even de zon door. De wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten en wordt matig en zeekrachtig windkracht 4 tot 6. Dan de dagen daarna. De zondag ziet het er redelijk uit. Vrij veel bewolking soms, wat zon en een paar buien. Mogelijk met een winterskarakter in de vorm van natte sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden. Bij een matig aan zee soms nog vrij krachtige wind uit het westen tot het noordwesten. Maandag overwegend bewolkt een periode met regen. Zo'n 5 tot 7 graden wordt het dan. En ook nog steeds een vrij stevige wind. Op dinsdag ietsje minder wind. Iets meer ruimte ook voor de zon. Maar ook een aantal buien. Middagtemperatuur dan rond de 6 graden. Kijken we dan tot slot nog iets verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur later in de week zelfs nog wat verder omhoog gaat. Richting de 7 tot 9 graden op de donderdag. Daarna weer een daling van de temperatuur. Maar heel zeker is dat niet. En zeker op de hele lange termijn zien we dat de onzekerheid groot wordt. Het kan weer wat winters worden, maar ook overdag rond de graad of 5 zijn. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.